Wat is dit dan? Ja, Dat is wat dat is. je. Die heeft een drag vriendin van mij gemaakt. En dat is naar mijn evenbeeld Oh, echt? van mijn alter ego. Ik sta hier in Nijmegen-Oost bij het huis van Simon. En hoewel Simon hier in zijn eentje woont, zijn hier soms twee personen aanwezig. Hij gaat namelijk in het leven soms door als Miss Valentina. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig, is zijn gevoel van thuis als Simon of Miss Valentina nou anders? Hallo. Welkom. Dank je. Hoe is het? Goed, jawel. Ja? Ja. Nou, geef eens een kleine tour. Oké, nou ja, dit is de woonkamer. Met een sportafdeling, zo te zien. Ja, precies. Nu heb ik alles, ja, ik ben nu meer thuis. Dus ik probeer ook het wat praktisch in te delen. Dus ik heb daar mijn sporthoek. En hier heb ik ook nog de make-up al een beetje klein leggen voor straks. Omdat ik ja, als drag aan de slag ga voor de kiskis. Ja. Ja, hoe ben je drag geworden? Hoe ontstaat dat zo? Ja, dat is al een tijd geleden. En het is ooit ontstaan een keer met de Vierdaagse. Toen ben ik voor de GGD op de Roze Woensdag ben ik rond gaan lopen. En dan konden mensen op de foto met je. Ja, ik vind het wel gewoon een mooi moment om even iets anders te doen. Je kunt, als je in drag bent, het is toch een soort van theater. Ik bedoel, heel veel mensen die gaan naar een theatergezelschap en daar kan je ook een andere rol aannemen. Ja. Nou. Ben je anders als Miss Valentina dan als Simon? Ja, als ik mezelf ben, dan zit ik vast aan mijn eigen normen en waarden. En Miss Valentina kan denk ik meer de aandacht vragen zonder dat... ik ben uiteindelijk misschien wat bescheidener, terwijl Miss Valentina kan van de spotlight claimen. Heb je dan eens iets vervelends meegemaakt? In drag? Ja. Jawel, ik heb wel eens gehad dat we... Toen hebben we een filmpje gemaakt en waren op een Keizer Karenplein, in het midden. En dan hebben we wel eens gehad ja, dat mensen uit de auto wel schelden. Ik heb wel op een gegeven moment bedacht dat ik toch liever een taxi pak. Als ik ga, ook omdat je met tassen anders zit, anders op de fiets. Maar ook wel, ja, het is ook wel wat veiliger in die zin. En als je getransformeerd bent, want je loopt zo meteen als Miss Valentina het huis uit. Is dat anders? Ja. Ben je anders thuis? Ja, ja, nou ja, als je bezig bent met de make-up en met de kleding, dan ja, kom je langzaam in de andere flow. En ja, dus op het moment dat je dan de deur achter je dicht trekt en vertrekt, dan ben ik een ander personage even. Nou, Simon is in de achtergrond bezig met de make-up en hij wil het liever niet gefilmd hebben, want dan gaat eigenlijk de magie verloren. Dus de komende 2 uur ongeveer wacht ik hier geduldig met mijn kopje thee. Geet je schoenen niet? Kom, schat. Ik hoop dat jij dit ook een hele toffe aflevering vond. Ik vond het heel leuk om te zien hoe Simon ja, vol trots als Miss Valentina op het podium staat en helemaal zichzelf is. Ik hoop jullie allemaal weer volgende week te zien bij een nieuwe aflevering van Can I Come Over?